Hey, dames en heren! Nou, ik heb nu toch even een verhaal met jullie te delen. Echt, what the fuck? Echt, ik stond net voor het stoplicht. Ja, een stukje terug. Ik ben net uit mijn werk gekomen trouwens. En stond ik voor een stoplicht. Gewoon lekker te swingen op de Backstreet Boys. Ja, ik ben de laatste tijd weer een beetje into the Backstreet Boys. Echt jeugdsentiment gewoon. Maar ik zat lekker gewoon voor het stoplicht te wachten zo. Een beetje, in trance van de muziek zo. En op een gegeven moment word ik klap. En ik klap zo naar voren zo een klein beetje. Niet zo heel overdreven hoor, maar ja. Ik word dus gewoon van achter geraakt door een auto. En ik heb echt zoiets van... Huh? Huh? What the fuck? Dus ik draai me om zo. En stond dus een vrouw erachter zo in de auto. En die zat zo... Zo van, sorry. Ik dacht, ja, een bitch. Dus ik stapte de auto uit. En zij ook de auto uitstappen. En toen gingen we even naar de schade kijken. Gelukkig, helemaal geen schade. Maar ik schrok me echt helemaal de touwtyfus. Maar er is gelukkig geen schade, zoals je kan zien. Kijk. Ze reden dus hier gewoon kaart tegenaan. Maar je ziet gelukkig helemaal niks. Ik weet niet of dit er al zat trouwens. Het kleine dingetje, maar... Nou ja, ik zie het helemaal niks. Gewoon gelukkig keihard tegen dit ding aangeknald. Maar ik dacht echt, what the fuck? Echt, ik schrok me echt helemaal de tering. Zo, het is vandaag vrijdag. Ik ben klaar met werken. Ik loop naar mijn straat. Het is de eerste keer dat ik in mijn straat vlog trouwens. Maar wacht, ik pak een steegje. Dat vlogt wat beter. Maar ik heb een lekker weekend. En toen stopte mijn iPhone erbij. Dus waarschijnlijk geen geheugen meer of zo, weet ik veel. Maar in ieder geval, ik zei dus dat ik lekker weekend heb. Oh yes! En ik ga dit weekend, tenminste weekend, ik heb niet eens echt weekend. Ik moet zondagochtend, ja zondagochtend moet ik al werken. 7:00 AM. Fucking hell. Nee, dat is echt geen leuke dienst. Maar ja, het moet gebeuren. Centjes moeten lekker binnenkomen. Maar mijn vraag aan jullie is... Wat gaan jullie doen dit weekend? En heb jij wel eens een botsing gehad? Of een ongeluk? Of iets dergelijks waar je een beetje pech mee had? Zo ja, laat het hieronder even achter. En vertel mij wat er allemaal met jou gebeurd is. En ik ga lekker weekend vieren. Ik hoop dat jij ook een heel leuk weekend hebt. En ik spreek jullie later. Ciao!